maar dit is wel iets anders dan dat. Wat ik zie in de spiegel is... Ik heb wel foto's van je reeds. Een hele grote naald en een... Hallo lieve mensen. Deze week een experiment wat al heel vaak door jullie is aangevraagd, maar waarvan ik steeds eigenlijk niet echt wist wat ik ermee aan moest. En het daarom steeds maar niet deed. Totdat ik een paar weken terug een video zag van een meisje die dat experiment ook deed. Een Engels meisje, een zangeres. En dat inspireerde me wel eigenlijk. Het idee is om een week lang zonder spiegel te gaan leven. Klinkt makkelijk, is volgens mij heel moeilijk. En een meisje uit de video stak het ook echt in van wat doet het met je zelfbeeld. Omdat zij ook vaak wel een beetje negatief praat tegen zichzelf. En word je misschien liever voor jezelf als je een week niet in de spiegel kijkt. Nou, dat vind ik heel erg interessant. Ik denk dat ik over het algemeen iets positiever ben ingestoken dan zij. Maar ik ben heel benieuwd wat deze week me gaat brengen. Ik weet van mezelf dat ik ook wel eens negatief kan denken. Dat het me ook niet helpt, besef ik me ook. Maar ik ben dus heel benieuwd wat het gaat doen. Ik heb een week lang zonder spiegel geleefd en daar gaan we nu naar kijken. Oké, we gaan vandaag beginnen en ik heb de hele ochtend al gespendeerd. Oké, niet overdrijven. Ik heb 3 spiegels afgeplakt en daar was ik eventjes mee bezig, want ik ben niet de handigste persoon op aarde. En ik heb hier van tevoren echt totaal niet over nagedacht. Maar ik dacht, Queer Eye inspired... dat het misschien interessant zou zijn om wat woorden op te schrijven die ik nu bedenk als ik in de spiegel kijk. Gewoon interessant. Ik wil het niet heel zwaar maken allemaal en zo. Maar gewoon een beetje visual effects en zo. En ja, oké. Dus dat gaan we doen. Ik heb hier echt letterlijk nog niet over nagedacht. Dus ik ga echt het eerste wat in me opschrijft... Ik ga echt het eerste wat in me opkomt opschrijven. Ik kom even niet verder dan dit. Ik zit al 5 minuten naar de spiegel te kijken en er gebeurt niks. Dus ik stop. Dat was stap 1. Stap 2 is nu ook om een dingetje over het schermpje van mijn camera te doen. Want je kan hem natuurlijk wel wegklappen, maar ik wil ook wel een beetje weten of ik in het frame ben, zeg maar. Dus daarom doe ik dan dit erop en dan kan ik soort van nog contouren zien. Ik vind dat wel zelf een erg handige oplossing van mezelf. Ja. Phoebe, wat vind jij ervan? Phoebe vindt ook, hè? Phoebe vindt ook, hè? Ja. Ik weet niet wat voor accent dat was. Nou, dan denk ik dat ik nu klaar ben om te beginnen. Ik heb echt geen idee, dus rustig, wat me te wachten staat. Ik ben heel benieuwd wat deze week me gaat brengen. To be continued. Oké, eerste dag evaluatie. Ik heb denk ik een keer of 5 in de spiegel willen kijken. Bijvoorbeeld toen Max thuis kwam of toen we naar buiten gingen. Verder heb ik eigenlijk een best wel een boring dag gehad. Ik heb gewoon thuis gewerkt. Niet heel spannend. Nu komt de challenge, want ik ga mijn gezicht schoonmaken van dit. Van make-up. En dan ga je natuurlijk wel in die spiegel kijken of het allemaal wel een beetje eraf is. Ik gebruik een heel vies, ranzig, herbruikbaar wattenschijfje. Zo noemen ze het. Het is eigenlijk een soort van mini washandje voor popjes, poppen. En deze roze olie. Dus dat ga ik nu doen en hopen dat het allemaal weg is. En dan moet Max me maar even vertellen of het ook een beetje aan te zien is. En heb ik het goed gedaan? Of hoe zie ik eruit? Je ziet pikken donker, dus ik denk dat dat een hele goede keuze voor jou is. Oké, ik doe natuurlijk deze experimenten om mijn eigen ervaringen te laten zien. Maar ik ben zelf ook zo nieuwsgierig altijd naar wat anderen vinden en hoe zij dingen beleven. Daarom heb ik 4 vrienden uitgenodigd bij mij thuis om de vraag te beantwoorden. Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Ik waardeer het echt mega dat ze zich zo hebben opengesteld voor mijn video. En ik hoop dus ook dat jullie daar respect voor hebben. Daarnaast hoop ik dat jullie misschien ook een keer hetzelfde gaan doen als experimentje. Gewoon om te zien wat er gebeurt. En wel natuurlijk even onthouden
wees een beetje lief voor jezelf. Ja, wat zie ik als ik in de spiegel kijk? Wat ik zie als ik in de spiegel kijk? Als ik in de spiegel kijk, dan besef ik me dat ik eigenlijk nooit zo lang in de spiegel kijk. Misschien zou ik dat vaker moeten doen. Wat ik zie in de spiegel is mijzelf volwassen of zo. Dat is heel gek, want als je dan heel goed naar jezelf kijkt, denk je zo, ik ben echt wel volwassen geworden en oud geworden. Als ik heel eerlijk ben, altijd een gezicht dat de laatste jaren er altijd iets ouder uitziet dan ik verwacht. Je voelt je jong en alsof je niet verandert, maar de spiegel liegt niet. En daarin zie je dan toch dat je over 2 maanden 38 wordt. Ik zie nu in ieder geval dat ik een beetje nog wel ballen heb, want ik ben moe. Ik zie veel effenheden. Afgezien van het grijze haar, dat vind ik allemaal wel prima, maar de lijnen en de vermoeidheid. Precies de hoek waar deze camera op staat is niet mijn beste hoek. Iemand die duidelijk niet de beste haar en make-up nog heeft, maar eigenlijk maakt me dat niet zo heel veel uit. Ik vind het wel lastig, maar dit. Waar ik denk ik niet zo heel veel last van heb, is dat ik heel erg ga twijfelen als ik in de spiegel kijk aan mezelf. Ik ken mezelf, ik ben oké met mezelf, ik vind mijn haar nu heel stom. Want dan zie ik ook best wel iemand die misschien nog onzeker is of heel veel twijfelt. Want ik kijk mezelf niet aan. Wel, in het begin natuurlijk. En dan ga je denken, ja, wat ga ik eigenlijk zeggen? En dan... Ik wist dat dit zou gebeuren. Misschien zie ik iemand die creatief is door de sjaal die ik draag. Nee, ik zie wel dat ik ben wel gewoon gelukkig. Dat zie ik ook wel gewoon aan mijn uitstraling. Ik zit wel in een lekker gedeelte van mijn leven eigenlijk. Op zich zie ik best wel een zelfverzekerde vrouw of zo. Gewoon een volwassen persoon of zo. En als je dan daar heel lang over na gaat denken, denk je ja, eigenlijk ben je daar nooit zo mee bezig. En dan ineens gaat de tijd voorbij en word je ouder en volwassen en doe je allemaal dingen. En, ja, ik zie gewoon mezelf. Een open blik, denk ik. Maar goed, dat komt ook omdat ik denk dat ik een open persoon ben. Ik heb geen last van, oh mijn god, moet ik hiermee door het leven als ik zo kijk. Dat ik weet ondertussen hoe ik eruit zie en daar ben ik heel, heel tevreden mee. Ondanks dat mijn rechteroog een beetje hangt en mijn mond niet helemaal recht is en mijn haar plukt gek, allemaal dat soort dingen, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat maakt mij mij, denk ik. En dat ook, Bowie. Ja. Zit natuurlijk wel in alle gesprekken die we wel eens eerder samen hebben gehad van... Dat je een beetje trots op jezelf mag zijn soms. Maar dat ben ik ook wel. Maar niet zo bewust, denk ik. Dus, wees trots op jezelf. En dat laatste is precies iets wat ik jullie allemaal wil meegeven. Want ik weet zeker dat heel veel mensen zich daarin herkennen. Vergelijk jezelf niet met anderen. Vergelijk jezelf met jezelf. Wees wat liever voor jezelf. Wees trots op jezelf. Zeg dat wat vaker. Toen ik ongeveer een dag of 2 bezig was met het experiment, ben ik op Instagram gegaan en heb ik jullie gevraagd wat jullie denken als je in de spiegel kijkt. En ik... Oh, mijn voet zat vast op mijn telefoon. Ik ben wel een beetje geschokt door de antwoorden. Het gaat echt van positief naar mega negatief. En ik wil gewoon eigenlijk nu iedereen knuffelen en zeggen dat het heus wel allemaal goed komt. Inmiddels ben ik er ook achter hoe fucking complex het onderwerp is en hoeveel ik er eigenlijk over wil vertellen en dat dat dus ook allemaal niet in 1 video past. Dus laat het me vooral ook weten in de comments als je dit onderwerp interessant vindt en ik hier misschien vaker iets mee moet gaan doen. Goedemorgen jongens. Ik heb vandaag een hele belangrijke meeting, een brainstorm met een klant en ik heb eigenlijk bedacht dat ik toch wel iets van een make-upje op ga doen. Omdat ik heb bijvoorbeeld, ik ga dit ondertussen even doen trouwens. Zonder spiegel uiteraard. Ik heb namelijk eerder een keer een week zonder make-up gedaan als experiment. Vond ik echt heel heftig. Want ik was nog nooit in 15 jaar zonder make-up naar buiten gegaan. Maar dat heeft echt mijn leven veranderd. Maar daarin merkte ik ook dat ik mezelf een beetje slonzig voelde als ik geen make-up op had. Nou, dat is ook iets waar je misschien overheen moet komen natuurlijk. Maar nou, in ieder geval nu voor zo'n meeting denk ik van... Nou, toch gewoon even wat op de huid. Even wat op het wimpertje. Om iets, ja, gewoon as if I care of zo. Dat is niet zo, maar dat gevoel heb ik dan zelf. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Goed idee, Marije, dit. Echt.
Ik denk dat gewoon de kunst hier is om te blenden totdat je de deur uitgaat. Gewoon oneindig. Dan moet het toch wel goed komen. Overigens, dit is niet de eerste keer dat ik me opmaak zonder spiegel. Ik heb het al eens een keertje eerder gedaan en dat was met mijn vriendin Caroline. En dat hebben we, toen hebben we de No Mirror Makeup Challenge gedaan. Dat was fucking hilarisch. Als je die wilt terugkijken, doe dat echt als je zeg maar zin hebt om te lachen. En die link staat ook in de beschrijving. Max is inmiddels thuis. Ik ben klaar, denk ik. Highlighter, alles. Ik hoop dat ik er nu niet uitzie als zeg maar zo'n 4-jarige die dan in de make-up kast van de moeder heeft gezeten. Maar ja, je zou toch denken, dit heb je al 15 jaar, doe je dit al. Dan zou je toch wel een beetje handigheid moeten hebben. Een beetje. Je ziet er gewoon goed uit. Als je zo gewoon zo kijkt, is het goed. Maar als je dan denkt van, ja, maar dit is wel iets anders dan dat. Het is net even anders. Kijk maar even goed, mensen. Wij zien het allemaal natuurlijk. Maar wat dan? Ja, het is hier meer bruinig dan daar. Bruinig is, ik weet niet precies. Iets in je wenkbrauw. In mijn wenkbrauw? Ja. Oh. Nee, er zit hier even een soort streep. Oh. Daar moet jij me dus voor behoeden. Wij zijn op die afspraak en ik ben nu al een paar keer zeg maar in een openbare toilet geweest. En dan zit ik dus echt vet panisch zo niet in de spiegel te kijken, zeg maar. Terwijl, weet je, daar zit je voor. Maar dat is wel echt een uitdaging, maar ik wil het echt gewoon goed doen. Dus ik wil ook echt gewoon niet in de spiegel kijken. Maar jongens, ik bedenk me net dat ik gewoon al een dag of 5... geen selfies heb gemaakt. Wat een fucking slechte millennial ben ik dan. Kim K would not approve. Nee, besta ik nog wel. Heb je wel foto's van je reet gemaakt of gewoon nog niet? Ik heb wel foto's van je reet gemaakt. Ik wou net zeggen. Ze zijn te koop. Oké, ik was dus net bij de Vondelgym en ik zat daar zonder make-up. Ik kwam daar trouwens voor dry needling. Hebben jullie dat wel eens gedaan, dry needling? Want holy fucking shit. Dat is echt de hel. De persoon die dat heeft uitgevonden is toch een fucking sadist. Dat je echt denkt van, dan neem je dus een hele grote naald en dan ga ik daar lekker mee in een spier roeren. Topplan. Oké, anyways, ik zat daar en ik besefte me opeens heel erg, zeg maar, hoe ik daar zat en dat ik niet wist hoe ik eruit zag. En dat ik dacht van, ja, maar dat is misschien ook weer niet helemaal de bedoeling. Want, de onwetendheid zorgt ook voor onrust en misschien onzekerheid. Als ik eventjes misschien in de spiegel had gekeken, had ik gedacht van, oh nee, daar kan eigenlijk misschien wel mee door. Dus dat was ook alweer een interessante observatie. Snap je? Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit per se in de gym had. Want daar kom je toch juist om je lekker jezelf te zijn. En lekker te zweten. En zonder make-up te zijn. Maar dat even terzijde. Oké, ik moet zeggen, het is wel lekker om een paar dagen geen make-up op te hebben. Maar ik vind dit wel confronterend. Want ik heb me net knetterhard uit mijn... Wat zeg je niet zo? Ik heb net heel hard kick gebokst. Zeg goed tabereet, waar ben ik geweest? Waar vond je? En nu ben ik echt sweaty en vies en rood en... Welkom te mij. Ik heb geen idee hoe ik eruit zie. Oh, ja, oké. Het maakt niet uit, het maakt niet uit. Ik heb hard gesport, dat is het belangrijkste. Kwam er het moment dat ik voor het eerst weer in de spiegel keek en dat was raar. Oké. Daar ben ik weer. Weet je, het is grappig. Ik heb een beetje, of ik associeer het met alsof ik een week naar de camping ben geweest of zo. Omdat je daar ook altijd een beetje, of ik in ieder geval, een soort van I don't give a fuck how I look houding hebt, weet je wel. Dat je gewoon, je zit met de spiegels om je heen en je bent gewoon lekker in de natuur. Dus dan ben je ook minder met je uiterlijk bezig. En dat gevoel heb ik nu een beetje, nu ik mezelf weer zie. En het is wel raar om jezelf weer te zien, maar ik ben niet veranderd.
Dit was met een experiment, jongens. Dus, wees trots op jezelf. En ik weet, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want zoals je hebt gezien aan het begin van de video, heb ik woorden opgeschreven op mijn spiegel die als eerst in me opkwamen toen ik in de spiegel keek. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik ook van... Ja, dat was ook gewoon niet heel aardig of zo. Laat het toch gewoon eens los, Marije. Echt. Weet je, als je gelukkig bent, dan kun je ook kutdagen hebben. En ik kan oprecht wel zeggen dat ik gelukkig ben. Maar toch waren dit de eerste woorden die in me opkwamen die dag. En ja, dat was is een momentopname. Toch wil ik nu door dit experiment vanaf nu gewoon proberen niet te focussen op het negatieve. Focussen op het positieve. En ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om hetzelfde te doen. Om het verhaal compleet te maken heb ik gesproken met mindcoach Noeska over je zelfbeeld. Over waarom het zo makkelijk is om vooral negatief te denken. En krijg ik antwoord op de vraag, is het nou slim om de spiegel uit je leven te verbannen? Dus blijf nog even kijken. Oké, ik heb mijn experiment inmiddels afgerond. Heel interessant onderwerp en ik heb nog 1000 vragen daarover. Die kan ik niet allemaal stellen aan Noeska, maar ik ga toch een poging doen. Noeska, jij bent mindcoach. Yes. Waar vul jij je dag mee? Ik zie de hele dag cliënten die eigenlijk over het algemeen komen met iets waar ze tegenaan lopen op het gebied van hun gedachten. Dus het gaat eigenlijk mis in hun denken. En daar help ik ze mee. Dus hoe kan je inzicht krijgen welke gedachten je eigenlijk de hele dag aan het geloven bent? En hoe kan je ook ervoor zorgen dat die gedachten wat minder aandeel krijgen in je leven? Ja. Nou, super overlapping met dit onderwerp natuurlijk, ja. Over zelfbeeld en spiegels. Om even heel basis te beginnen. Wat is je zelfbeeld en hoe wordt die gevormd? Ja, goede vraag. Uiteindelijk begint het bij dat we een bewustzijn hebben. Zeker nog, we zijn bewustzijn. Maar dat is op zich een hele andere discussie. Laten we nu even bij de beschouwing. Maar doordat we dat bewustzijn hebben, kunnen we bewust worden van een lichaam. Mm-hmm. En kunnen we het zien. Dus overal waar we bewust van zijn, dat is ook wat we kunnen zien. Mm-hmm. Maar hoe we het zien, wordt bepaald door ons denken. Dus door onze gedachten erover. Ja. En als je kijkt naar nu, wordt een zelfbeeld vooral bepaald door hoe wij vinden of denken dat het zou moeten zijn. En dan vergelijken we ook nog eens heel vaak met de ander. Ja. En vanuit daar ontstaat het beeld over jezelf. Want hoe kan het dan toch dat zoveel... Of dat eigenlijk altijd... Of niet altijd, maar dat heel vaak dat negatieve... Dat die negatieve gedachtes boven die positieve komen. Ja. Ook een goede vraag. Dat gebeurt omdat we ook iets winnen uit die negatieve gedachten. Dus je mag ervan uitgaan dat er een gedachte die je hebt niet altijd hoeft te geloven of te volgen. Maar dat doen we vaak wel. Mm-hmm. En we doen dat niet voor niks. Dus we doen nooit iets wat ons niet ook iets oplevert. En het geloven van negatieve gedachten kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je lekker in je comfortzone blijft en niet in het licht gaat staan. En dus eventueel de afwijzing niet hoeft te ervaren. Sommige gedachten hebben we, zodat we de motivatie kunnen vinden om überhaupt naar de sportschool te gaan. Hmm. Als ik mijn lichaam lelijk vind, dan motiveer ik mezelf elke dag om te gaan. Wat als ik het mooi vind? Misschien ga ik dan wel helemaal niet meer. Ja. En eigenlijk lijkt het erop dat we onszelf dus niet vertrouwen zonder die negatieve gedachten. Dat we denken dat we ze ook nodig hebben. Heb jij misschien praktische tips of kleine trucjes die je kunnen helpen je zelfbeeld een beetje te veranderen of positiever te maken? Nou, je zou bewust kunnen worden van welke gedachten geloof je eigenlijk over jezelf. Mm-hmm. Zou je misschien kunnen opschrijven? Of zo? Ja, zou je kunnen opschrijven. Word maar eens bewust van de gedachten die je hebt. En stel jezelf wel eens de vraag, wat ik geloof, is het wel waar? Wat gebeurt er als ik dit geloof? Hoe gedraag ik me dan? Zit ik dan wel lekker in mijn vel? Hoe voel ik me dan? En dan kan je zien dat die gedachte heel veel effect heeft op je. En ja, als het lukt, probeer jezelf niet te vergelijken. Ja. Dus heel erg uitgaan van dat jij een uniek iemand bent. Maar ook in je vormen, in je maten, in je lengte. En dat je veel meer. Dat het leuke van iemand is dat jij bent. Dat je daarop mag vertrouwen. Ja. Dus in acceptatie mag gaan van dit is het. En ten opzichte van het zelfbeeld lichamelijk gezien zou ik willen zeggen, stop met alle regels en ga gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja. Dus minder vanuit wat je moet van jezelf en meer vanuit dat je het verdient.
Het is grappig dat je dat zegt ook over vergelijken met anderen. Want dat is iets wat ik toevallig de afgelopen maanden heel veel mee bezig ben geweest. Het is zo makkelijk om naar anderen te kijken wat ze hebben bereikt. En bijvoorbeeld met YouTube en met volgers. En daar ben ik dus inderdaad ook de afgelopen tijd dat ik zeg van... Nee, Marije, hoe ver ben jij gekomen? Vergelijk jezelf eens met waar je een jaar terug was. Ja. Het is echt zo belangrijk. Dat verandert alles. Ja, dat verandert alles. Absoluut. Ja. En het grappige is dat we soms vergelijken met een moment uit iemands leven en totaal geen idee hebben wat eraan vooraf is gegaan. Ja. En daardoor lijkt het ook een soort onmogelijk voor jezelf, want hoe kom ik dan daar? Mm-hmm. Terwijl de meest logische stap vaak voor je neus ligt. En als je gaat vergelijken met iemand die daar al is, ja, dan zakt het moedje vaak in de schoenen en zet je geen stap. Ja. Dus het is ook, het doet je ook bevriezen bijna. Daardoor kan je helemaal niet zien wat voor jou is weggelegd. Het pad wat voor jou is weggelegd. En er is voor iedereen wat wils. Dan nog heel even over het hele spiegel-experiment. Denk jij dat minder spiegels in je leven kan helpen? Of zeg maar, ja, zou je dat aanraden? Ja, uiteindelijk wel. Ja? Ja. Kijk, op een bepaald moment kan je misschien wel zeggen, ik kan er weer mee omgaan. Mm-hmm. Maar als je merkt dat het van invloed is, zou ik zeggen, ja, gooi er een paar het huis uit. Net zoals de weegschaal. Ja. Want wat die moet sowieso weg. Ja, die moet sowieso weg. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat je heel vaak hoe jij je voelt, laat bepalen door wat je in de spiegel ziet. Ja. Terwijl dat eigenlijk misschien helemaal niet in lijn ligt met hoe je daadwerkelijk vandaag bent opgestaan. Ja. En dan wordt constant hoe jij je voelt bepaald door je spiegelbeeld. Ja. En dus wordt je spiegelbeeld ontzettend belangrijk. Mm. Want hoe jij dus eruit ziet bepaalt hoe jij de hele dag in je vel zit. Ja. En dan word je afhankelijk van wat je in de spiegel ziet. Ja. Terwijl het veel meer gaat over hoe je van binnen voelt. Ben je energiek? Zit je lekker in je vel? Ben je een blij mens? En als er minder spiegels zouden zijn, ga je automatisch keer je meer naar binnen. Ja. Ja. Dus minder spiegels mag wel. Minder spiegels mag best. Ja. Ja. Hey Noeska, onwijs bedankt. Als je Noeska nog verder wil volgen op Instagram, doe dat vooral. Want het deelt echt knetterveel tips die heel erg hulpzaam kunnen zijn. En je kan natuurlijk ook altijd sessies inboeken. Dus dankjewel. Graag gedaan. Super. Jongens, ik ben benieuwd wat jullie van deze video vonden. Laat het me weten en ik zie je heel snel weer. Mwah.